In Vlaanderen zorgen meer dan 23.000 land- en tuinbouwbedrijven voor voldoende, gezond en betaalbaar voedsel. Net als alle andere economische sectoren heeft ook het produceren van ons voedsel een impact op het klimaat. Die invloed hebben we al aanzienlijk kunnen terugdringen, maar we willen nog beter doen. Om de klimaatimpact van een landbouwbedrijf te doen dalen, kan een landbouwer klimaatmaatregelen nemen. Maar wat is het effect van die klimaatmaatregelen op de praktische werking van het bedrijf en op de bedrijfseconomie? Dat weten we vandaag eigenlijk vaak niet, waardoor er nog te weinig maatregelen genomen worden. Daar willen ILVO, Innovatiesteunpunt, en Vito iets aan doen. In het project Klimrek ontwikkelen ze samen een klimaattraject. Het klimaattraject geeft de landbouwer eerst inzicht in de klimaatimpact van zijn bedrijf op basis van bedrijfsspecifieke cijfers. Die scan op maat is erg belangrijk omdat elk landbouwbedrijf in Vlaanderen uniek is. Eens we een zicht hebben op het impactprofiel, kunnen we gaan kijken welke klimaatmaatregelen bij het bedrijf passen. We houden hier uiteraard rekening met de ecologische vooruitgang van het bedrijf, maar ook met de economische en technische haalbaarheid van de maatregelen. Een klimaatconsulent helpt de landbouwer bij het kiezen van de maatregelen en staat hem bij tijdens het implementeren ervan. In Klimrek ontwikkelen we het klimaattraject voor 3 sectoren. De melkveehouderij, akkerbouw met aardappelen in het teeltplan en de varkenshouderij. Wil je meer weten over Klimrek of wil jij ook een klimaattraject op jouw bedrijf? Surf naar www.klimrekproject.be.